Willen we meer of minder vliegen? En hoeveel mag dat dan kosten? Dat is de vraag de komende week als de Tweede Kamer debatteert over de toekomst van de luchtvaartsector in Nederland. En wat gaat dat dan weer betekenen voor de grootste Nederlandse speler, KLM? Hier aan tafel Marjan Rintel, CEO van KLM. Mevrouw Rintel, welkom. Dank u. Fijn dat u er bent. Ik had het net ook over Greta Thunberg. Ze zit al een paar keer in de uitzending. Ja. Ziet u haar protest eigenlijk ook als kritiek op uw beleid? Nee, want ze vraagt gewoon aandacht voor klimaat. Hè. Ik ben het ook helemaal met de heer Jette eens. Volgens mij is dat heel belangrijk. Dat zien we ook nu weer terug. Dat vinden wij ook belangrijk, de manier waarop. Ik doe het liever vanuit samenwerken en versnellen in verduurzaming en komen tot oplossingen dan op deze manier. Bent u minder gaan vliegen? Nou, ik combineer, het ligt eraan waar naartoe. Hè. Ben je minder gaan vliegen? Er worden wel eens voorbeelden gegeven. Pak de trein als je naar Milaan gaat, maar dat duurt nog 17 uur. Dus dat is best moeilijk. Nee. Dat doe ik niet. Naar Brussel of Parijs doe ik dat zeker. Oké. KLM, Schiphol, er zijn eigenlijk twee typen reizigers, begrijp ik. Het is gewoon de vakantieganger, maar ook de zakenreiziger. Welke is u eigenlijk het liefst? Nou, allemaal. En we hebben zelfs nog meer dan dat. We hebben ook nog vracht. We zijn toch een logistieke knooppunt in Nederland. En er wordt al veel gesproken, ook hier aan tafel afgelopen weken, over het vestigingsklimaat. Ja. Dus dat is ons ook heel lief. Hè? Want er zijn ook heel veel bedrijven die zich hier in Nederland vestigen vanwege het netwerk dat wij met elkaar hebben. Ja. Dus het is en de vakantieganger Transavia en de reiziger die natuurlijk weggaat voor studie of voor het ontmoeten van vrienden. Maar zeker ook alle bedrijven die in Nederland gehuisvest zijn vanwege dat enorme netwerk. Ja, laten we het daarover hebben, want er was deze week een rapport, heeft u vast ook gelezen, van Natuur en Milieu. Dat stelt dat u 30% van al die transfervluchten kunt schrappen zonder dat dat direct effect heeft op de Nederlandse economie. Plat gezegd, dat zijn mensen die hier overstappen op Schiphol, maar niet veel uitgeven. En wij zitten wel met de herrie. Ja. Maar weet je, op halve verhalen kan ik geen bedrijf leiden. Het is een half verhaal, zegt u. En wat mij betreft is dit inderdaad een half verhaal. Want er zijn een aantal elementen niet meegenomen. Ze ook over gediscussieerd al. Mm. Ja, dus de hele vrachtelement, vestigingsklimaat. Dat zijn allemaal belangrijke elementen voor Nederland. Die zijn niet meegenomen. Het effect op de economie. En het is zo, ik ben vorig jaar in Taipei geweest. Omdat we al 40 jaar vliegen op Taipei. Kan je zeggen, weet je, schrap die bestemming. Er gaan niet zoveel vakantiegangers naartoe. Dat klopt. En toen ik daar kwam, ontmoette ik ASML, ontmoette ik Philips en heel veel andere bedrijven die daar zaken doen. Ja, die moeten dan misschien één keer extra overstappen. Nou ja, goed, dan verplaats je het en dan zijn we niet bezig met verduurzamen. En als je zo'n netwerk, een derde is makkelijk gezegd, doe er een derde af. Mm. Maar dan start zo'n netwerk in elkaar. Dat is gebeurd bij Sabena in België, in Brussel. En dan zie je, ja, als het één keer weg is, dan is het weg. Er zijn zo ontzettend veel andere spelers. Er zijn ook andere carriers voor in de plaats gekomen. Het gaat de onderzoekers specifiek om het feit dat KLM moet gaan kiezen. Dat u in de toekomst minder moet gaan vliegen. En eigenlijk is dus niet zozeer de vraag wat u gaat doen, maar bent u inderdaad bereid om na te denken over krimp? Nou, we zijn heel erg aan het nadenken over verduurzaming. Maar niet over krimp. Nou ja, krimp, het lijkt alsof krimp en minder bedrijven, alsof dat een doel op zich is geworden. Volgens mij is dat het doel niet. Ja, dat is wel degelijk een doel. Dat is het doel van de minister en van de rechter. Nee, en het doel is geluidsreductie en CO2-reductie. Hè. Het doel is verduurzamen. En hoe kan je dat nou zo snel mogelijk doen? Daar hebben wij plannen voor ingediend. Schoner, stille, zuiniger. Ja. Laten we ook zien met alle investeringen die we doen. We hebben ook met 31 partijen 10 beloftes afgegeven aan het nieuwe kabinet. Van laten we nou met elkaar een actieagenda maken. Een agenda om die doelen te halen. En die doelen blijven wat mij betreft echt geluidsreductie en CO2-reductie. Dus dan is het antwoord op de vraag, bent u bereid om na te denken over slimme krimp, is dan dus eigenlijk nee? Ik ben bereid om na te denken over het doel geluidsreductie en CO2-reductie. En daar hebben we ook echt plannen voor ingediend. Het doel van de minister is 15% geluidsreductie, bijvoorbeeld in de nacht. Mm. En die kunnen we gewoon realiseren. Daar is ook kritiek op, hè? De Maatschappelijke Raad Schiphol. Voorzitter daarvan is Khadija Ariep. Die schrijft onder meer, het is vooral KLM, vooral de hubfunctie, die zorgen voor de meeste herrie. En ja, er zijn schonere en stillere vliegtuigen aangekocht, maar ze zijn iets stiller. En dat betekent niet stil. Nou, stil zal luchtvaart nooit worden. Hè? En luchtvaart ga je verduurzamen en ga je verstillen. Mm. We hebben toevallig nog vorige week een hele geluidssessie gehad met allerlei journalisten. Kun je het gewoon
horen. En er is toch echt wel wat misverstand over wat hoor je dan. Hè? Stille vliegtuigen hebben wat hoger geluid. Het verdwijnt snel, oudere vliegtuigen. Brommend laag geluid, het hangt lang aan. En als je ook echt kijkt naar de klachten die er ontvangen wordt, die gaan echt over de oudere vloot en niet over nieuwere vloot. Maar die vliegt nog steeds, de oudere vloot. Ja, en die gaan we zo snel mogelijk uitfaseren. Wat is zo snel mogelijk? Nou, wat je ziet is dat al deze zomer, bij Transavia hebben we dat allemaal al kunnen zien, is een nieuwe Airbus 320 binnengekomen. Bij KLM komt dat deze zomer. We hebben nog 747's. Die gaan eruit in 26 met de nieuwe Airbus. Ja, allemaal specifiek. Maar ja, komende jaren, tot 26, 27, 28, gaan we die hele vloot vernieuwen. Ja, en waarom ik daar zo op doorhak, is natuurlijk ook omdat u zegt van het moet stiller en het moet schoner. Maar ja, het simpele feit is nou eenmaal dat het kabinet wil dat u krimpt. En ook de luchthaven zelf, Schiphol, zegt krimp. Dus daarom vraag ik me af, van, heeft u ook een plan B? Voor als dit toch niet genoeg blijkt. Nou, wat mij betreft zegt het kabinet ook nog steeds geen krimp. Het kabinet zegt, we willen 15% geluidsreductie. Die hebben in eerste instantie daar een getal aan gehangen. Wat je ziet is, en dat zegt ook Europa, dat zul je moeten doen via een balanced approach. Dat is gewoon het proces wat we met elkaar hebben afgesproken. Is de wetgeving die we met elkaar moeten voeren. En daar zijn een aantal processen en stappen die je dan moet volgen. Dan moet je een nieuwe vloot meenemen. Dan kun je ook zeggen, joh, laten we kijken naar aanvliegroutes. Laten we stillere vliegtuigen in de nacht zetten. Allemaal manieren om die doelen te realiseren. En daar zijn wij voorstander van. We zijn niet voorstander van om het kind met badwater weg te gooien. Want wat weg is, komt gewoon echt niet meer terug. Dat begrijp ik. U noemt nu de balanced approach. Dat was deze week. Was advies aan de Hoge Raad. Dat inderdaad u meer tijd zou moeten krijgen om verbetering te laten zien. Wil nog niet zeggen dat de Hoge Raad dat advies ook overneemt. Maar er is ook een ander oordeel. Eerder deze maand van een rechter die zei dat de rechten van de omwonenden stelselmatig zijn geschonden door de herrie. Houdt u ook rekening met die uitspraak? Nou, het zijn inderdaad twee verschillende uitspraken. En die zullen allebei nog bekeken moeten worden. Het belangrijkste is dat de rechter wel zegt, doe het via een balanced approach. De andere rechtszaak gaat echt over de rechtsbescherming van de omwonenden. Ja. En dat je die in balans tussen de omwonenden en de ontwikkeling van de luchtvaart, dat je daarover moet beslissen. Maar dat ging met name ook over die rechtsbescherming, die er op dit moment gewoon onvoldoende is en die moet er komen. Nou, dat kan hand in hand gaan. Als zo'n balanced approach nu maar snel wordt doorgevoerd, hebben we in ieder geval een nieuw uitgangspunt van dit is de visie, dit is de toekomst van de luchtvaart in Nederland. En kun je op basis daarvan verder ontwikkelen. Ja, het gaat eigenlijk over een meer fundamentele vraag. Deze week speelde ook de zaak tussen Milieudefensie en Shell. Daar speelt het ook een beetje. Wie is de baas? De rechter, de politiek of het bedrijf? Of wie moet de eerste stap zetten als het gaat naar verduurzaming? Wat vindt u? Is dat aan de politiek of de rechter? Of aan Ja, weet u, waar het nogmaals mij om gaat, is om te verduurzamen. En wij investeren daar miljarden in. Miljarden in nieuwe vloot. Wij kopen als groep Air France KLM 17% van de beschikbare duurzame brandstof in de wereld. Dat moet u ook doen van de overheid, toch? Nou, wij moeten in ieder geval in 2030 6% van de Europese overheid. Wij doen 10% is ons commitment. Van de Nederlandse overheid. Maar Europa heeft daar natuurlijk ook vanuit de Green Deal nogal wat verplichtingen in. En daar hebben we ons aan gecommitteerd. Dat betekent dat we daar heel veel geld in aan besteden. En ook bereid zijn om dat te omarmen, om die doelen te halen. Ja. Dus het gaat er niet zozeer om wie is de baas of niet. We hebben afgesproken om dat op bepaalde manieren te doen. Die manier is de balanced approach. Ja. En het is belangrijk dat we ook vanuit Nederland dan praten. Wat is onze toekomstvisie? Wat is onze actieagenda? Laten we nou met al die maatregelen die er al aankomen op Europa niet nog allerlei andere proefballonnen loslaten, maar laten we vanuit een visie en een actieagenda werken. Het gaat om, u wilt natuurlijk blijven vliegen, dat begrijp ik. Ik geloof ook niet dat dat ter sprake of in twijfel wordt getrokken. Maar de vraag is, wat is de rol van KLM specifiek? En u om bent, te verduurzamen. U bent daar nu bijna twee jaar CEO. Hè? U kwam bij de treinen vandaan, bij NS. Ja. Denkt u ooit, waar ben ik aan begonnen? Nou, het is best een turbulente tijd. Ja. Maar we zijn een luchtvaartmaatschappij die al 104 jaar bijna bestaat. Hè? Ja. We kunnen wel wat turbulentie hebben. We hebben ook in die 104 jaar echt wel laten zien dat we ons iedere keer weer opnieuw uitvinden. Ja. En daar zijn we nu ook mee bezig. En tegelijkertijd laten we dat niet vergeten. Hoeveel mensen er na COVID weer op reis willen gaan. Ja. Hoeveel mensen graag willen vliegen. Hoeveel bedrijven in Nederland. We hebben het wel over ASML hier aan tafel. Over Boskalis en alle grote bedrijven. Maar
de zalm vanuit de Nordics, die komen naar Urk om bewerkt te worden. Het Zara distributiecentrum zit in Lelystad. Er zitten ontzettend veel farmaceutische bedrijven hier. Ja. Ik sprak er vorige week nog een. Voor 15 miljoen mensen zorgt hij ervoor dat er vloeistoffen zijn, zodat je ziekte, kanker, hartfalen anders kunt detecteren. U zegt, wij hebben een belangrijke functie voor de rest van het bedrijfsleven. Ik heb net al een aantal rapporten aangehaald. En ook bijvoorbeeld de staatsagent heeft daar onderzoek naar laten doen. Dat was de meneer die moest controleren of u aan uw coronasteun hield. U kent hem. Maar daar ging het eigenlijk ook over. Schiphol is heel belangrijk. En in dat rapport stond, ja, KLM wordt net steeds iets minder belangrijk. Zit er spanning tussen de relatie Schiphol-KLM? Nou, allereerst heeft het CE Delft, dat is een groot onderzoeksbureau, en heeft ook de minister in de Kamer dat laten weten, dat juist de rol van KLM voor de Nederlandse economie en het Nederlands bedrijfsleven, ook vanwege al die transferpassagiers, een hele belangrijke bijdrage leverde. En dat we dat graag met elkaar willen behouden. Dus u zegt natuurlijk, dat klopt niet? Nou, wat ik zeg is, we hebben allerlei manieren om er te komen. Ja. Niet alle manieren zijn hetzelfde. Soms er zijn heel veel waarop we hetzelfde denken, zowel Schiphol als KLM. En laten we niet vergeten, we zijn tot elkaar verbonden. Hè. We kunnen alleen maar de luchtvaart samen maken. En daar is samenwerking een belangrijk onderdeel van. Dat snap ik. Nee, en, Schiphol staat er wel iets anders in sinds anderhalf jaar, lijkt het in elk geval. En ik las een profiel in de Volkskrant over oud-Schiphol-topman Ruud Zondag. En dat was een gesprek waar uw KLM-vicepresident tegen hem zei, je weet toch dat ik jouw salaris betaal? En toen dacht ik, ja, is dat nou hoe er bij KLM over Schiphol gepraat wordt? Nou, allereerst, volgens mij moet je nooit een discussie via de krant uitvechten. En is het ook niet zo heel netjes om het over personen te hebben. Wij staan ook voor die personen. Waar het natuurlijk wel om gaat, is hoe ga je nou die verduurzaming met elkaar bereiken? U was hierbij. Is dit hoe er over Schiphol wordt gepraat? Nee, zo wordt er helemaal niet over Schiphol gepraat. We praten gelukkig heel veel samen. Ja. Want je kunt alleen maar de luchtvaart samen maken. Hè? Dus we hebben dagelijks contact. Er gaan namelijk heel veel vliegtuigen iedere dag weg en heel veel passagiers vertrekken. Dus we hebben echt een gezamenlijk belang. Ja. Ik denk dat 9 van de 10 manieren om tot die verduurzaming te komen, dat we het daar ook mee eens zijn. En we verschillen ook op een aantal onderdelen. Ja, er was een rapport van CE Delft, u noemde dat net ook al. Dat heeft u bevestigd in de krant, dat KLM liever niet had dat dat meteen uitkwam. Omdat daar dingen in stonden waar u nog langer over na wilde denken, als ik het goed formuleer zo. Maar er stond ook in dat KLM dreigde een Schiphol-directeur persoonlijk verantwoordelijk te stellen als het wel gepubliceerd werd. Wist u van dat dreigement? Nou, weet u, ik ga hier helemaal niet over hij zei en jij zei. Nee, maar goed, en wij dit heeft KLM bevestigd in de krant. Ja, weet je, dat hoe mensen onderling met elkaar in gesprek staan en hoe de discussies lopen, dat moet je vooral binnenskamers uitvechten. En een stevig debat hoort daar af en toe bij. Ik vind in ieder geval, en daar ben ik voor om het niet persoonlijk te maken, ik vind dat niet netjes toe. Ja. Dat zullen wij niet naar Schiphol doen. Ik hoop dat Schiphol ook niet naar ons doet. Volgens mij staan wij voor een belangrijke taak en voor een belangrijke opdracht. Dat is namelijk de luchtvaart verduurzamen. Daar investeren we heel veel geld in. En daar zetten we ook stappen in. En dat is wat ons samenbrengt. Ja, dat begrijp ik. En ook de inhoud van het rapport, dat ging over vliegtaks of niet. En over minder vliegen of niet. De politiek is daar ook deels voor. Hè. Dat is een motie van het CDA. Die werd gesteund dat er een hogere belasting moest komen voor de overstappers. En tegelijkertijd las ik uw topman, Ben Smith, in de Telegraaf. En die zei, ja, de Nederlandse politiek is wel verwend. Vindt u dat ook? Nou, ik vind Nederland soms wel eens verwend. Hè. We hebben hier natuurlijk toch best wel een behoorlijke welvaart. Er zijn ook heel veel bedrijven die hier gevestigd zijn. We hebben het echt heel goed, hè. Ook als je de voorgaande gesprekken luistert, denk ik, wat hebben wij toch goed in Nederland? Realiseren we wel ons hoe goed we het hebben in Nederland? Dat moeten we niet uit het oog verliezen. Nee, dus u zegt het hem wel een beetje na. Hoe bedoelt u? Hij zegt, de Nederlandse politiek is een beetje verwend. Nou, de Nederlandse politiek is niet verwend. Maar wat je zegt is, we hebben het in Nederland goed. Hmm. Dus dat is wat ik zeg. Wat ik ook zeg, en dat is, daar refereert hij aan, vanuit Europa hebben we een Green Deal. Vanuit Europa komt er al heel veel maatregelen komende jaren naar Nederland toe. De belasting
op CO2, duurzame brandstof. Ja, als we dan in Nederland denken daar nog allerlei maatregelen op te kunnen doen, dan heb je het ook niet om verduurzamen, dan heb je het over verplaatsen. Dan gaan mensen vanuit Brussel vliegen, vanuit Frankfurt vliegen. Dan verliezen we het hier in Nederland en dan hebben we het niet over verduurzamen. Terwijl wij zeggen, laten we nou behouden wat we hebben en laten we nou versnel met elkaar samenwerken om te innoveren en vanuit die innovatie te verduurzamen. Ja, duidelijk. Mevrouw Rintel, dank u wel. Geen dank. Bedankt voor het kijken. Vond je dit nou een goed gesprek? Vergeet je dan niet te abonneren. Een like of een comment achterlaten kan natuurlijk ook. Oh ja, dit gebeurde er de vorige keer. Als je dat soort onderwerpen belangrijk vindt, dan wil je dus dat het in Nederland beter gaat, maar dan moet je Europa op één zetten. Want in Europa komen wel de belangrijkste oplossingen om dit allemaal te kunnen garanderen. Ja, u heeft niet de wind mee, hè? Want het is niet alleen in Nederland, maar ook in andere